allemaal hebben. Ik ben geboren en getogen Nijmeegse, fanatieke Vierdaagse loopster en wij lopen nu de alternatieve Vierdaagse. We lopen nu in de regio Malden en we gaan vandaag naar Groesbeek en de Zeven Heuvelen. Dat is wel de route van deze dag, de derde dag van de alternatieve Vierdaagse en ook van de Vierdaagse. Nou, de derde dag is een mooie dag. Veel mensen vinden die zwaar omdat je de Zeven Heuvelen hebt. Persoonlijk vind ik altijd de eerste dag het saaist, waardoor ik het eigenlijk wel het zwaarst. Maar ieder beleeft dat op zijn manier. De ene vindt de tweede dag, de andere de eerste dag, de andere de derde dag. Het is wel een hele mooie dag, een hele gezellige dag. Ja. Wij lopen de alternatieve Vierdaagse voor een goed doel, voor Make-A-Wish. We hebben daar de Jumbo plakboeken voor die wij mooi maken en verkopen. Mensen kunnen ook doneren op onze Facebookpagina gewoon voor het goede doel. En we zijn al aardig op weg. Ons doel is €3000. En we zitten al ruim over de helft. Dus we gaan de goede kant op. Ja, doei! Doei!